achter de feiten aanlopen heeft natuurlijk weinig nut. Dus wordt er bij de DAR altijd zoveel mogelijk vooruitgekeken als het op strooien aankomt. Het belangrijkste moment is dat je strooit voordat het glad wordt. We strooien in principe altijd preventief. Het is niet altijd mogelijk, maar we proberen het wel. Dus voordat wij aanzien komen dat het glad gaat worden, gaan we strooien. De weersomstandigheden zijn een belangrijke speel in het bepalen van de hoeveelheid zout dat gestrooid gaat worden. Maar dat aantal kan flink oplopen. Als er veel neerslag is, sneeuw of de weg is heel nat, dan kiezen we voor de hoogste dosering. En dan gaat er met een volledige strooiactie ongeveer een 50 ton strooizout doorheen. Belangrijk is in ieder geval dat er goed wordt gekeken naar welke plekken de meeste aandacht vragen en om de grootste risicolocaties als eerste aan te pakken. Stalen bruggen die gaan als eerste onderuit. We hebben ook specifieke strooiroutes waarbij we dus een onderscheid maken van de koude plekken, de viaducten, bruggen. Met een volledige actie wordt uiteraard alles gestrooid, maar de stalen bruggen die worden in principe het meest gestrooid omdat die als eerste onderuit gaan. Die kunnen al heel vroeg in de winter kunnen die al onder nul gaan. En wat wordt dan het minst gestrooid? Minst gestrooid, dat zijn de plekken die het warmst wordt, die de meeste warmte vasthouden. Dus dan moet je denken aan zwart asfalt, dicht asfalt. Bijvoorbeeld een hoofdweg die de hele dag in de zon ligt, die lekker warmte opneemt en die wordt het minst snel glad. Hoe goed de medewerkers van de DAR hun werk ook doen, ze blijven altijd een beroep doen op de voorzichtigheid van de weggebruikers zelf. Wat we merken is dat mensen, of weggebruikers, denken dat altijd de weg glad, niet glad is. Maar ja, let altijd op, vooral met ijzel, met sneeuw. Dat zijn hele lastige situaties om dan de gladheid te bestrijden. Dus let erop met je rijgedrag.